Angsten en trauma's zijn de oorzaken van de obstakels die we ervaren. Ze liggen aan de wortel waardoor we onze dromen en verlangens niet lijken te kunnen realiseren. Omdat je krachtiger bent dan welke trigger dan ook, heb ik deze transmissie gechanneld. Zodat je leert dat je via jouw energie en een samenwerking met vlammen opnieuw controle krijgt over die angsten en de trauma's die je ervaren hebt. Het maakt zelfs niet uit of de angst of het trauma is ontstaan door een ervaring in dit leven of in een vorig leven. En je hoeft zelfs niet te weten of het effectief een ervaring was die de oorsprong was of enkel op het niveau van gedachten is ontstaan. Wanneer je er klaar voor bent om deze overdracht te ontvangen, dan kan je gaan liggen of zitten op een comfortabele plek, een rustige plek. Dan sluit je ogen wanneer je klaar voor bent en adem richting je buik. Bij elke ademhaling laat je stress en spanning los en adem je ontspanning en rust in. Laat alle afspraken, alle zorgen, alle to-do's los en zak bij elke ademhaling nog dieper in die ontspanning en in die rust. Voel hoe de energie door je armen en benen stroomt. En laat alles wat je niet meer nodig hebt, wegstromen via jouw benen naar de aarde. Adem in en laat je buik boller worden. En adem uit via je mond. En doe dit zodat je in vier tellen inademt. Hou dan even je adem vast gedurende vier tellen. En blaas vervolgens hoorbaar in vier tellen weer uit. Vraag assistentie van je hogere zelf en je gidsen om je bij te staan. Geef toestemming zodat ze jouw energieveld kunnen en mogen betreden. Aartsengel Metatron is aanwezig als aartsengel die het dichtste bij de bron staat en die verbonden is met het Christusbewustzijn, het hogere eenheidsbewustzijn of het diamantenbewustzijn. Visualiseer hoe aartsengel Metatron je grondingskoorden optimaliseert en aanpast aan je huidige energie. Op dit ogenblik zijn er 5 grondingskoorden actief. 2 grondingskoorden vertrekken vanuit je voetchakras. 1 grondingskoord vertrekt vanuit je basischakra. Nog een andere vertrekt vanuit je hartchakra. En een 5e vertrekt vanuit je pijnappelklier in het midden van je hoofd, ook naar de kristallenkern van de aarde. Voor deze transmissie activeren we ook nog een extra grondingskoord via je handchakras en via medulla chakra. Het medulla chakra is het chakra op het zachte plekje aan de achterkant van je hoofd. We activeren en brengen deze grondingskoord aan zodanig dat je goed gegrond wordt en goed verbonden bent met de diamantenkern van de aarde, zodat je enkel nog zuivere informatie zou absorberen van zodra dat je daar klaar voor bent. Aartsengel Metatron brengt je chakras op één lijn en optimaliseert waar nodig. Chakras die te veel openstaan worden kleiner.
Chakras die gesloten zijn of te weinig voeding krijgen, worden opnieuw geopend. Ik vraag Aartsengel Metatron, je hogere zelf en je gidsen, om niet alleen de 7 hoofdchakras te transformeren naar optimaal, maar ook de 5 nieuwe hogere chakras te activeren en te transformeren. Het kan zijn dat er nog meer chakras geactiveerd worden, maar daar hoef je jou geen zorgen over te maken. Alles gebeurt automatisch. Blijf rustig in- en uitademen, terwijl Aartsengel Metatron jouw energieveld aanpast. Hou vervolgens de angst of het trauma waarvoor dat je deze transmissie wilt doen in jouw gedachten. Zie dan met je innerlijke oog hoe je door een bos loopt. En je blijft door het bos lopen totdat je op een open plek aankomt. In het midden van die open plek zie je een grote steen. Het lijkt op een tafel omdat de steen iets hoger van de grond ligt. Naast de steen liggen kleinere stenen, waardoor je gemakkelijk op de grotere steen kan gaan staan. Ga rustig in het midden van die grote steen staan. Op het ogenblik dat je op die steen staat, merk je op dat het eigenlijk een zilvergrijze vlam is. De vlam had de vorm aangenomen van de stenen platform. Maar de rand van het platform schittert zoals vlammen in haardvuur. En nu en dan komen kleinere vlammen los uit de zilvergrijze steen en schieten het bos in. Dit vuur is ongevaarlijk door het bos. Integendeel, de zilvergrijze vlam helpt het bos om verder te blijven groeien en haar magische kracht te gebruiken. Terwijl je verwonderd kijkt naar het schouwspel van de zilvergrijze vlam, heb je niet opgemerkt dat er 3 deuren voor jou verschenen zijn. Elke deur ziet er precies hetzelfde uit. De deuren hebben een aquamarijne kleur met een goudgele rand. Er is geen slot en ook geen deurklink. De deuren zweven een paar centimeter boven de grond, zodat ze op gelijke hoogte van het bovenste van het stenen platform komen. Er is 1 deur die je aandacht trekt. En dat is de deur die je inzichten en antwoorden zal brengen over de angst of het trauma waar je nu mee worstelt. Van zodra je door de deur stapt die het meeste aantrekt, transformeert de angst en het trauma zodat het jou niet langer op een negatieve manier zal beïnvloeden. De gebeurtenis die je eventueel hebt meegemaakt, is er wel nog. Echter, de negatief geladen emoties die jouw ziel verbonden heeft met de gebeurtenis, worden geneutraliseerd en dus geheeld. Het kan zijn dat je achter jou of om jou heen 3 energieën voelt. Dat zijn de aartsengelen Aquariel, Jophiel en Raziel. Zij staan je bij om de emoties, naar aanleiding van de angst of het trauma, volledig te transmuteren met de alchemie van de vlammen waar zij mee verbonden zijn. Raziel is verbonden met de zilvergrijze vlam van kwantumgenezing. Hij laat zichtbaar worden wat tot nu toe voor jou verborgen bleef. Jophiel is verbonden met de goudgele vlam van wijsheid en helpt je om inzichten te ontvangen in de overtuigingen die je vasthouden in de angst of het trauma. En aartsengel Aquariel is verbonden met de aquamarijne vlam van helderheid. Wanneer je klaar voor bent, stap dan door de deur van je keuze. Het kan zijn dat de deur je brengt naar een gebeurtenis uit een vorig leven of uit een ervaring in dit leven. Misschien hoor je bepaalde gedachten of zie je andere boodschappen. Hoe dan ook, vertrouw dat je alle informatie ontvangt die behulpzaam is op dit punt in jouw evolutie en healing.
Alles is goed. Je bent beschermd en geheeld. Blijf rustig in- en uitademen en geef je over aan de drie aartsengelen en jouw lichtteam. Het kan zijn dat je tintelingen voelt in je fysieke lichaam en weet dat dit de vlammen zijn die hun werk doen. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, stap nu door de deur van je keuze. Wanneer je er klaar voor bent, keer dan terug naar de zilvergrijze steen. Je angsten zijn getransformeerd. Je trauma is geheeld. De lichtcodes die geactiveerd mochten worden, zijn geactiveerd. Je bent opnieuw een stuk lichter geworden en verbonden met de steen. Neem even de tijd om de zilvergrijze vlam via je voetchakras helemaal door je heen te laten stromen, tot in het puntje van je hoofd. Als dat gebeurd is, stap je terug van de steen af. Je laat het trauma, de angst waarvoor je hier kwam, achter van zodra de deur weer sluit en je van de steen af bent. Je bent de meester over je leven en kiest zelf hoe jij je realiteit vormgeeft. Loop het bos in en voel hoe krachtiger je geworden bent, hoe je zelfvertrouwen versterkt is. Jij kan elke trigger aan. Want je weet nu dat het enkel kansen zijn om nog dieper te helen, omdat jij een zuiver kanaal van onvoorwaardelijke liefde bent.
Wees je bewust van de eenheid in jezelf en in je hart. Zie je leven vanuit de ogen in je hart, spreek vanuit je hart en leef vanuit je hart. Alle lichtwezens verlaten je energieveld. Je grondingskoorden worden nagepast en geoptimaliseerd. Je energieveld beschermt en geoptimaliseerd. Zeg 3 maal, ik ben, gevolgd door je naam. Kom volledig terug in het hier en nu. Terug in de ruimte waar je nu zit. Open je ogen wanneer je er klaar voor bent. En uit dankbaarheid voor deze transitie. Stuur licht en liefde naar de aarde en de lichtwezens die je bijstonden. En geniet nog van het vredige gevoel. Je bent geliefd. Namaste.